Oké, is het van hout? Nee. Het is geen ding. Oké, is het een... Is het een evenement? Nee. Oké, is het een... Een merk? Nee. Is het een baan? Je komt dichter in de bus, maar nee. Is het een website? Nee. Oké, is het een persoon? Nee. Is het een plaats? Nee. ken ik het? Of is het bekend? Is het bekend in Nederland? Ja. Jij kent het woord wel. Is het een radiozender? Nee. Dan zou je heel makkelijk zijn. Ja, hou jij ervan? Ja. Is het een zanger? Nah. Of een duo, zeg maar. In het begin zijn, maar... Zangeres? Het is wel meer te maken. Is het een groep, zeg maar, zangers? Nee. Of zijn zangeressen? Nee. Nee, oei. Geef eens een tip, als je wil. Het is iets wat je doet. Oké, dus het is een is het een bezigheid? Ja. Is het filmpjes maken? Nee. Wacht, lol, dat doe ik ook wel. Is het... Wacht, jij vindt het leuk? Ja. Kun je het alleen doen of moet je met meerdere mensen doen? Alleen mensen. Heb jij er heel veel hulp bij nodig of kun je het ook alleen? Alleen. Oké. Gelukkig wel. Doen veel mensen het? Nee. Doen weinig. Nou, nu beginnen de vrije tijd wel, maar... hoe vaak doe jij dat? Bij elke avond. Is het zingen? Nee. Ja, ik weet dat je heel vaak zingt. Ja, goed. Maar nu zit er heel dicht in de buurt. Heel dicht. Is het... is het playback? Ja! Ja! Ja, want ik zie al wat filmpjes van jou op Facebook. Dat je dan... Dan hoor je die muziek en dan is die en... Ja. Nee. Van 1, 2 en 1. Als je dat niet ziet, voel me toe op Facebook. Maar ik bedank jullie voor het kijken. Zingen is veel mooier natuurlijk dan niet aan mijn weg. Maar dat is een ander verhaal. Bedankt voor het kijken, liken, abonneren. Doe je allemaal om me heen.
Dan zei ik, tot de volgende keer. Dat lijkt fucking dom. Dat weet ik.